Waarom zit de kindopvang bij onze school in? Wij horen bij Accrete. En dat is een vereniging en die wilde heel graag van dat scholen ook kinderen gingen opvangen van 0 tot 4 jaar. Dus wij vangen nu kinderen op van 0 tot 12 jaar, hè, want jullie gaan tot 12 jaar gaan jullie naar de basisschool. En dat is voor ouders natuurlijk ook heel, heel fijn, want kinderen of ouders kunnen nu hun kinderen, ook als ze 1 zijn, maar ook als ze 10 zijn, naar één en hetzelfde gebouw brengen. Dus alles is nu onder één dak. Dat is heel handig. En die kinderen die bij de kinderopvang komen, kunnen later ook gewoon op onze basisschool blijven. Hoeveel leerlingen heeft onze school ongeveer? We hebben sinds gisteren 248 leerlingen. Vindt u dit een leuke school? Nou, ik denk dat het een heel leuk gebouw is voor kinderen om daarin te zijn. En we hebben hele leuke meesters en juffen. We doen leuke dingen op school, maar wat ook heel belangrijk is, we leren ook heel veel. De scores, want zo zijn die de afgelopen jaren ook bij ons, die zijn heel erg hoog. En we hebben het leuk gehad op school. En dat allemaal bij elkaar opgeteld, maakt het een hele leuke school. Tutor lezen, dat kinderen uit groep 8 gaan kinderen uit groep 3 helpen met lezen. Dat vinden kinderen uit groep 3 heel erg leuk. En samen bereiken ze daarmee dat die kinderen gewoon heel snel en heel goed leren lezen. Dat model directe instructie wat hier gehanteerd wordt in de hele school heel, heel stringent. Dat is dat als de instructie goed is, als meesters en juffen goed kunnen uitleggen en goed kunnen aangeven van wat jullie moeten leren en waarom je het moet leren. Dat gaat volgens een bepaald model. Als kinderen dat op die manier krijgen aangeboden, dan herkennen kinderen heel goed van waarom ze deze les krijgen. Dan weet je ook van hoe dat past in de serie lessen die je daarover krijgt. En dan blijft het ook veel beter hangen. Is het leuk om directeur te zijn? En zo ja, waarom? Ik word er ook wel vrolijk van, want elke dag komen er allemaal hele vrolijke kinderen binnen. En de meesters en de juffen zijn natuurlijk ook heel erg vrolijk. Dus wij proberen, nou, dat is het leuke ervan. Om met kinderen, om die zoveel mogelijk te leren en dat het allemaal zo leuk mogelijk gaat.